Plastic. Nog iets nodig? Heb je nog iets nodig? Ik heb van alles. Hartvormige bakjes, ballen, rijstlepels. Ik denk dat ze in Indonesië kunnen, kan ik hier ook. Ja, oh, precies. Precies. U kent de manier van verkopen in Indonesië. Ja. Nou, ik ben niet hoog genoeg, hè? Daar. Nee, ik ben inderdaad heel modest. Het is een heel bescheiden kaartje. Ja, dit is heel bescheiden. Ja. Maar onze opa die kwam uit Indonesië, maar die is helaas ook. Ik zie het een beetje aan je moeder. Ik hoor iets over rijstlepels. Ja, hier zijn de rijstlepels. In roze, blauw, rood, wit en groen. Vragen wat het kost. Die is 1,50. Nou, zullen we dat doen? Ja? Dat vind ik wel heel leuk. Oké. Plastic. Nog iets van uw gading? Nee, ik wil alleen eten. Beneden nog een voorraadje liggen en de fietspomp bij me. En elke keer als ik in Indonesië kom, dan koop ik ze, want het zijn hartstikke leuke cadeautjes. En ze doen het ook goed in de fruitmand. Ja. En deze spaat? Dit zijn rijstlepels. Vrouwen doen was op zo'n krukje. Het is eigenlijk niet om op te zitten. Ik heb op eentje gezeten, die zei krak. Het zijn allemaal plastic producten uit Indonesië. Huh? Indonesië. Ja. Dus ik heb een mobiele toko. Oh, leuk. Met een hanger voor een kleine was. Voor de babykleertjes of de onderbroeken. Ik heb een roze, rood, blauw en groen. Kijk, hier hang je zo als een paraplu. Ja. Ik heb meloenballen. En wat kost dit? Deze is 10 euro, mevrouw. Mag ik die voor 7? 8. 7. 8. De blauwe of de rode? Doe maar die mooie rode. Die mooie rode. Ik ga er een van 50. Heb ik. Oeh, van 50 niet? Ja. Even kijken. Ik heb het niet in mijn portemonnee. Hier is alvast 40. Ja. Nou, u krijgt er geen plastic zakje bij. Nee, maar ik kan het zo. Goed zo. Moet ook een hekel hebben aan plastic zakjes. Ja, dat heb ik ook. Ik heb een hekel aan plastic zakjes. Ja. Kus uw geld. Ja. Daar. Zo in de alles al. Ik verkoop alles. Denk er nog maar een weekje over na. Volgende week ben ik weer hier. Oké.